De nieuwe kampioen in de tweede divisie komt eraan. Hoe belangrijk kan FC Lisse nog zijn in de titelstrijd in de derde divisie? En natuurlijk Joop Buit op bezoek bij een man met een rijke voetbalcarrière. Hij heeft gevoetbald bij Ajax, hij heeft gevoetbald bij AZ, hij heeft gevoetbald bij Feyenoord, hij heeft gevoetbald bij Larnica. En hij heeft ook 3 KNVB bekerfinales gevoetbald. Vandaag ontmoet ik hier in Leiden, in zijn stad, Tim de Cler. Ja, op de dag dat Storkie, de mascotte van ADO Den Haag, zijn verjaardag viert, maken wij ons op voor de slotakkoorden van het topamateurvoetbal. De koning is dood. Lang leven de koning. De oude kampioen Katwijk kan dit weekend definitief onttroond worden. De nieuwe staat al klaar. Het chique AFC uit Amsterdam kan dit weekend lallend en hossend door de kantine gaan met de schaal in de hand. Of wordt het misschien een thé dansant in het clubhuis? Hoe dan ook, AFC is dit seizoen absoluut de sterkste ploeg op het allerhoogste amateurniveau van Nederland. En zondag kan tegen Scheveningen de kroon op het werk worden gezet. Ja, en heel belangrijk in AFC is deze man. Hagenaar, Ras Hagenaar, Rijdi Ignacio. Ja, Rijdi, jullie kunnen zondag kampioen worden. De wedstrijd is speciaal verzet van zaterdag naar zondag. Alles te maken met dodenherdenking. Dan ga je geen feestje vieren. Mij bekruipt een beetje het angstige gevoel. De bloemen staan al klaar, de champagne staat klaar. En uiteindelijk kan alles weer de kast in. Want het is niet zomaar gezegd dat jullie kampioen gaan worden. Nee, dat klopt. Maar ja, je moet toch je voorbereidingen treffen. En normaal gesproken had het erger kunnen zijn. Omdat als wij ook zaterdag hadden gevoetbald en SMV volgens ook natuurlijk, dan had je alles al besteld. Nu kan je nog een dag wachten. Dus ja. Dat is het enige voordeel eigenlijk. Ja. Voor de duidelijkheid, jullie staan bovenaan in de tweede divisie. IJsselmeervogels volgt op 8 punten. Zij spelen zaterdag uit tegen de Treffers. Eigenlijk moeten zij verliezen. En jullie moeten zondag dan van Scheveningen winnen. Er zijn nog wel wat meer scenario's, maar hier komt het op neer. Het is niet echt helemaal zo, want als hun eigenlijk al puntverlies leiden, ja? Kunnen wij bij winst al kampioen worden. Dus, bij de groep is het nog best wel gewoon een gevoel van we moeten nog gewoon 4 wedstrijden spelen. Er kan van alles gebeuren. En ik ga er gewoon vanuit dat IJsselmeervogels gewoon wint zaterdag bij de Treffers. En, dus eigenlijk zitten we hier alles een beetje op te blazen. Ja, zoals ik al zeg, kijk, die voorbereiding moet je gewoon treffen. En, maar hoe leeft dat dan bij jullie? Heb je al het gevoel van nou, ik zou zondag zomaar een kampioenswedstrijd kunnen spelen? Ja, kijk, het gevoel, ik zou liegen als het gevoel er niet is, maar 8 punten, 4 wedstrijden. Kijk, normaal gesproken mag je niet meer weggeven. Simpel is het. Alleen je moet die wedstrijd nog steeds spelen. En de bal is rond, alles kan gebeuren. Ja. Maar met Gods wil gaan we het doen. Ja. Heb je nog een paar open deuren? De bal is rond, 11 tegen 11. Ja, klinkt heel cliché. Maar, hoe het ook zij, we kunnen erover eens zijn, Rijdi. Ja. AFC wordt dit seizoen kampioen. En of dat dan dit weekend gebeurt of wat later in het seizoen. AFC is gewoon de sterkste. Dan is mijn vraag, wat maakt jullie nou zo sterk? Wat dit seizoen blijkt is dat wij gewoon heel makkelijk goals kunnen maken. En we houden het normaal gesproken achterin best wel goed dicht. En vooral die goals. Op een gegeven moment, als je voor de winterstop ziet, zie je dat wij gaan eigenlijk bijna 4 goals gemiddeld per wedstrijd scoren. Ja. En verschillende groepen te maken. Zo. Weet je, als ik bijvoorbeeld mijn dag niet heb. Het zijn er eigenlijk maar 3. Ja, okay, Kenny Thijssen, Jordi Thijssen en jij staat dan met stip met, 21 doelpunten. Maar dit zijn 3 mannen die 54 van de 76 goals maken. Ja, oké, dat is wel, dus eigenlijk wel uniek, hoe je zo zegt, ja. Alleen maar zijn er genoeg, het is maar steeds dat wij steeds in het nieuws komen. Maar ik vind dat je daarmee de rest tekort doet. Omdat er zijn genoeg spelers in ons team die ook heel veel meters verzetten. En, of assisten geven en vuile werk opknappen en zo. Dus die verdienen ook echt alle credits. Het is niet alleen Gebroeders Thijssen en Ignacio. Verre van zelfs. Het is echt gewoon een teamprestatie. En ik vind dat zeker wel gezegd mag worden. Ja, maar het verschil is enorm, hè? Jij kwam halverwege vorig seizoen. Ging je naar Amsterdam, conflictje gehad bij Kozakken Boys. Dan kom je bij een club die onderaan bungelt en een jaar later sta je gewoon met de schaal. Dat heeft mede te maken met het aantrekken van de broertjes Thijssen, waarmee je heel veel doelpunten binnenhaalt. Waar nog meer mee?
Toen ik eigenlijk in de winter van Kosaka Boys naar AFC ging, zeg maar vorig jaar, zag ik een ploeg die heel goed voetbalde. Alleen de laatste fase, daar ontbrak het nog zeg maar aan. En ik wist zeg maar dat ik kijk, als ik in het veld sta, dan trek ik toch wel 2 man vaak, of af en toe zelfs 3 man. En er komen andere mensen vrij en met mijn balvastigheid en natuurlijk met mijn goals, dacht, wist ik wel dat ik iets kon betekenen voor AFC. Uiteindelijk hebben we het vorig jaar dan nog mooi kunnen redden. Het vegenlijf gered. Ja, gewoon op de laatste speeldag tegen Excelsior Maassluis. En eigenlijk waren er genoeg ingrediënten om een goed team van te maken. En nu ja. Nu, we hebben, zoals je zegt, ja, die gebeurtenissen zijn erbij gekomen. We hebben eigenlijk goals aangetrokken. Ja, dus de puzzel is compleet. Ja. Als we het over jou hebben, al die jaren die we jou hebben gevolgd in het voetbal, dan draait het maar om 1 ding. Doelpunten. Laten we even gaan kijken. Jezus, we slaan. Ja, Ja, dat is zomaar even een greep uit het rijke oeuvre van Reilly Ignacio. Als we al jouw doelpunten denk ik achter elkaar zouden leggen, dan hadden we een uur kunnen vullen. Heb je enig idee hoeveel jij er in je amateurperiode gemaakt hebt die begon bij Westlandia? Ik zou eerlijk zeggen, ik zou het niet weten. Maar voetbal draait om statistieken, dat moet je bijhouden. Ja, weet ik. Alleen, wat ik zeg maar altijd al in me heb, zeg maar, je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus... dus ik leef van goals, zeker waar. Alleen ik weet wel dat ik zeg maar all-time topscorer ben van de topklasse. Dat bestaat niet meer. Dus kijk, dat weet ik. Dat die heb je binnen. Ja, die heb ik binnen, zeg maar. Maar verder weet ik niet precies hoeveel goals ik heb gemaakt, man. Maar het is iets voor later. En ja. We voetballen nog volop, dus. Ja, en je kan heel YouTube afstruinen op zoek naar al je doelpunten. Ik zei al, jouw carrière begon bij Westlandia in Naaldwijk. En eigenlijk meteen in dat eerste seizoen was er al belangstelling. Ik begreep toen dat je naar Nottingham Forest kon. Je koos voor ADO Den Haag. Waarom die keuze? Ja, omdat je woont toch daar in de buurt. Je bent, volgens mij moet je nu Hagenaar zeggen. Ik ben Hagenaar en dan wil je toch voor je stad uitkomen. En... ik trainde daar al mee en het was heel dicht bij huis, dus die keuze werd eigenlijk snel gemaakt natuurlijk. En, hoe vervelend is het voor jou dat niet geworden is wat je ervan gedacht had? Want eigenlijk al vrij snel verhuurd aan Dordrecht, toen nog wel weer even terug bij Jong ADO en dat was het eigenlijk. Wat had je anders moeten doen? Ja, ik zeg eigenlijk, het zit maar nog wel, het zit, als je gaat kijken, je denkt van... Ik heb toch wel misschien meer uit mijn carrière moeten halen, weet je. Ik vind dat ik het kan. Ik vind dat ik de kwaliteit heb daarvoor. En als je dan andere spelers op tv ziet die denken van ja, denk je van ja. Dus ik kan daar dat kunnen kan staan ik natuurlijk. Ook, maar... ik mag niet praten, want ik heb het uiteindelijk niet gered. Wat had ik anders kunnen doen? Ja, er zijn meerdere dingen, denk ik. De belangrijkste. Ja, ik kijk vooral naar mezelf. Ik denk dat ik in sommige situaties beter met teleurstelling had moeten omgaan. En vooral de periode Dordrecht, zeg maar, ik verhuurd was in Dordrecht, toen ging ik er anders in. Toen ging ik er naartoe van, weet je, ik ga het wel even regelen. En toen ging het daar niet goed. Uiteindelijk botste ik een beetje ook met die trainer. En toen werd dat niet in dank afgenomen door ADO. En ook logisch, omdat toen draaide ADO echt een superjaar natuurlijk met Boulikin en, noem al die namen maar op. En toen, daar is het eigenlijk een beetje misgegaan en toen teleurstellingen. Weet je, ik best wel... Af en toe ben ik best wel koppig en
dan grillig misschien. En andere, ook misschien een situatie die ik toen de tijd in mijn leven had en zo. Dus dat had ik anders kunnen doen. Maar daarentegen vind ik ook... het hoorde gewoon niet zo te zijn misschien. Ik ben nu gelukkig. Iedereen van mijn familie leeft nog. Ik heb een zoontje. Het is allemaal gezond. Dus, dan is je kostje gekocht. Dankzij God gaat alles goed. En, zijn gezegd, het grappige is, je zegt teleurstellingen. Ik heb het idee dat je toen je terugkeerde naar het amateurvoetbal, met name bij Rijnsburgse Boys, dat je de vreugde weer terugvindt. Zeker als ik kijk hoe jij de doelpunten vierde. Want daar kwam altijd zo'n mooi dansje aan te pas. Kijk, hupsakee. Soepel in de heupen. Ik zal zo even zeggen welke mijn favoriet is. Deze is ook leuk, publiek meenemen. Dit zal wel uit Fortnite komen of zo. Met de gebroertjes Thijssen. Ja, dit is mijn favoriet. Wie doe je hierna? Ik weet niet meer, man. Volgens mij was het goal tegen Spakenburg. Ik weet niet meer wat ik wilde. Ja, dat was volgens mij die wedstrijd waarin jij 6 keer scoorde tegen Spakenburg. Ja, ik weet niet, man. Ik schaam me dood, man, als ik het zo terugzie, man. Maar ja, ik... Nee, maar je bent zo blij in het veld. Dat is het moment, weet je, we zijn gewoon vaak... zoals ik voetbal, ik voetbal gewoon puur op intuïtie. En als er iets in me opkomt, doe ik het. En als ik score, ja, dan komt er wel eens iets in me op en dan doe ik het. Maar het heb, om even terug naar je vraag te gaan. Op amateurniveau, zeg maar, met Spakenburg en met Rijnsburg en met AFC, dan Kozakkenboy. Zo, als je dan scoort en je bent belangrijk, dat is voor iedereen leuk. Iedereen wil eigenlijk de man zijn, iedereen wil belangrijk zijn. En dankzij God kon ik op dat moment belangrijk zijn en... dan heb je plezier, snap je? En, dus ik moet wel zeggen, ja, mijn amateurtijd heb ik wel het meest plezier gehad. Ja. Omdat bij ADO ook was ik niet belangrijk. Weet je? Ik was vaak in mijn eerste jaar was ik dan 14e, 15e man of zo. Weet je? En vaak warm lopen, niet invallen en zo. En, dus dan kan je eigenlijk niet heel veel plezier hebben. Nee. Buiten het feit dat je voetballen gewoon superleuk vindt. En je vindt het leuk om profvoetballer te zijn en zo. En de dingen eromheen, weet je. Maar... echt plezier in het voetballen kon je niet hebben, omdat je speelde vaak op maandagavond. Ja. Zullen we nog één keer even dat lekkere gevoel pakken? Het favoriete loopje van mij? Okay, ja, ik vind dat zo mooi. Je kan erom blijven lachen. Ook hier zou ik graag een uur van de uitzending meevullen. Jullie kunnen kampioen worden zondag, maar Jim... Er gebeurt nog meer natuurlijk op de amateurvelden. Ik wil eerst terugkomen op dat dansje. Want het dansje van Westlandia vond ik ook altijd prachtig, als ik persoonlijk wat mag vinden. Kan je die even voordoen dan? Ik stond hem al eens in de kroeg, stond ik ook altijd zo. Ik weet gelijk waar het over gaat. Ik ben niet zo heel bewegelijk in de kroeg. Maar met Benjamin Gomez hadden we die bedacht. En die zei van als je scoort moet je dat doen. Dus uiteindelijk... Dan moet je dan die kont een klein beetje in de achterduw en dan... Ja. Ja, hè? Zie je? Ja. Ik ken hem nog. Snel alleen. Ten tweede, gefeliciteerd met je verjaardag. Helemaal niet alleen Stork is jarig. Dankjewel, maat. Jij bent jarig. Wij gaan door met de tweede divisie. We waren Gerard landskampioen Katwijk dit weekend in de wedstrijd tegen HHC Hardenberg. Wegens een disciplinaire reden topscorer Marciano Mengelink op de bank houdt. Mengelink was vorig weekend vrij, bezocht een vriend in Londen en verlengde uiteindelijk zijn verblijf in de Engelse hoofdstad om aanwezig te kunnen zijn bij de halve finale van de Champions League. Voor de duidelijkheid, een van de beste spitsen van de tweede divisie is heel goed bevriend met Marco van Ginkel, hè? Klopt, ja. Dus ik had sowieso het weekendje geboekt hier. En ik dacht, ik verleng hem eventjes. Ik moet eigenlijk trainen vanavond, maar dat gaan we niet doen. Dus ik zat nog op de bank, dat wel, helaas. Maar ik hoop dat ik vanavond naar de wedstrijd kan, maar... Ja, ik hoop dat de trainer niet meekijkt. Ja, hij weet het al, dus zonde. 15 plus goals, hij zit dus op de bank. Dan door naar de derde divisie, waar dit weekend een mooie clash wacht... tussen twee clubs uit de Duin- en Bollenstreek. Lisse ontvangt titelkandidaat Quick Boys... dat 2 punten achterloopt op koploper Noordwijk. En dat mag zich dus geen misstap permitteren. Voor Lisse, dat een beetje in de grauwe middenmoot staat... is het eindelijk een keer een wedstrijd waar het gaat om de pegels. Nou, ik vind een wedstrijd tegen Quick Boys eigenlijk altijd een cadeautje. Want het zijn de mooiste. Mede dankzij natuurlijk het fanatieke publiek dat ze hebben. En de grote getalen aanwezig. Maar goed, dat zij nog ergens voor spelen. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. En dan is het voor ons inderdaad een bonus om dit potje nog te mogen spelen. We spelen eigenlijk al een aantal weken helemaal nergens meer voor. Dus iedereen die had al gehoopt dat Quick Boys van Noordtech zou winnen eigenlijk. Zodat we hier een mooie wedstrijd zouden hebben. En ja, we willen gewoon volle bak voor de winst gaan spelen. En wij willen gewoon laten zien dat we zeker goed kunnen voetballen. En nog een mooie wedstrijd kunnen neerzetten. En daar gaan we gewoon voor.
En dat geldt zeker voor trainer Robert de Ruiter. Ooit was hij trainer van Noordwijk. En hij zou zijn oude clubje een dienst kunnen bewijzen morgen. Je ziet die glimlach al. Ik had die glimlach moeilijk verbergen. Nee, ja, tuurlijk. Ik heb 5 jaar bij Noordwijk rondgelopen en daar heb ik een mooie tijd gehad. Dus het is niet zo dat we zeggen van joh, we laten Noordwijk kampioen worden. Maar we gaan er wel alles aan doen om aanstaande zaterdag ook van Kickboys punten te pakken. Ja. Voor Koen Fokkema wordt het een speciale middag. Hij vertrekt aan het einde van het seizoen naar Zwift. Ruim 1,5 jaar was hij geblesseerd. Nu is hij weer zo goed als fit. En voor hem is Kickboys thuis een soort afscheidswedstrijd. Je speelt nog een wedstrijd of 4 natuurlijk dit seizoen. Maar het is inderdaad leuk als je zo'n wedstrijd wel een beetje als afscheid kan zien. Want het is toch een veel mooiere wedstrijd dan dat je tegen de Dijk thuis speelt natuurlijk. Want dat is de laatste thuiswedstrijd. Dus dan is dit veel leuker om inderdaad een beetje als afscheid te zien. En natuurlijk, het zal mijn laatste derby worden. Dat is ook nog een dingetje natuurlijk. Daar heb ik ook veel van mogen spelen bij Lisse, wat hartstikke mooi is. En daar ga ik gewoon van genieten. En voor de zie ik het wel. De kampioensrace gaat morgen dus verder. Op Radio West hoor je zowel Lisse Kickboys als VVOG Noordwijk. En zondag natuurlijk de beelden in TV Sport met misschien wel een kampioen. Misschien wel het feestje in Amsterdam. Rijdi, aan het begin van jouw carrière werd jij regelmatig bestempeld als lastig ventje. Hoe kijk jij daarop terug? Ben je het ten eerste eens met die... Rijdi is gewoon iemand die eigenlijk gewoon altijd zichzelf is en... Ik ben vaak een clown, ja. Maar misschien is dat ook hetgene wat mijn carrière dan zeg maar steeds heeft achtervolgd. Omdat ik blijf gewoon mezelf en ik blijf altijd lachen en ik blijf keten. Dat vind ik gezellig en zo ben ik. Hou jij op het lijntje, op het randje balanceren, hou je daarvan? Ja, dat is een beetje wel een rode draad in mijn leven. Ik speel eigenlijk, zoals ook het veld, altijd op het randje bij het spel. En in mijn leven ook wel. En vooral met voetballen dan. Kijk, nu naarmate je wel iets ouder wordt, word je iets volwassener. En dan ga je minder snel, weet je, dan ga je beter nadenken voordat je dingen doet. Maar ik moet zeggen dat af en toe dat ik nog steeds wel merk dat ik best wel, ja. Zoals je zegt, ja, op het randje. Maar de wilde haren zijn eraf. Ik vraag me af, hè, want nu ook vandaag weer heb je al een paar keer gezegd, zo God het wil. Het geloof is belangrijk voor je. Is dat van huis uit of is dat iets van de laatste tijd? Nee, dat is gewoon... Ik ben christelijk opgevoed en ben heel mijn leven... Tenminste, heel mijn leven ga ik nou naar de kerk. De laatste tijd iets te weinig, vind ik zelf. Maar zoals morgen, dan ga ik weer. God is alles voor mij. En ik dank God dat we zo mogen leven en dat we gelukkig zijn en dat we zijn gezegend. Dus ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken, omdat alle glorie is voor hem. Ja. Hey, en maakt het geloof jou ook rustiger van binnen, waardoor je dat lijntje misschien wat minder vaak opzoekt? Je gaat wel, je weet wat kan en wat niet mag. Maar sowieso, normen en waarden zijn voor mij ook gewoon heel belangrijk. En je weet wat mag en wat niet mag. Maar of het me echt rustiger maakt, het geeft mij wel gewoon een goed gevoel. En ik voel me er prettig bij en ik voel me er sterker door. Mm-hmm. Deel je dat gevoel met veel teamgenoten bij AFC bijvoorbeeld? Nee, niet zozeer. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding en... ik laat iedereen zijn waarde en ik heb ook Marokkaanse vrienden en andere soort geloven. Ja. Ik ken mensen met andere geloven en zo. Dus ik doe gewoon mijn eigen ding en voor mij is het belangrijk en iedereen moet gewoon lekker zijn eigen ding doen. Maar ik voel me er heel erg prettig bij. Nou, top. Je bent 31, over een maandje 32. Je hebt verlengd bij AFC. Ik vraag me af, wat is er na het voetballeven voor Rijli Ignacio? Jij bent natuurlijk wel... Als je zoveel goals hebt gemaakt, ideale spitsentrainer. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik wil, joh. Je werkt nu op een makelaardij. Ja, klopt. Ja, het is een vastgoedondernemer. Dus dat is ook superleuk. Echt leuk om mee te lopen en om daar eens daar in de keuken te kijken. En misschien ga ik, ik denk gewoon dat ik gewoon daarin verder ga en voetballen, ja. Ik vind het ook misschien nog wel lekker, want zoals gisteren kom je thuis, weet je, dan lig je op de bank 5 minuten en dan moet je weer weg naar voetbal. Ja. En dan denk ik van, ja, dus, ja, dat wordt. Dus, en dan denk ik van, dat was wel lekker geweest als ik even kon blijven liggen. Dus ik denk dat ik, ik wil voorlopig nog sowieso heel lang doorgaan met voetballen. Als ik nou mijn vriend Barry Powell krijg, die is volgens mij 37 of 38 alweer. Ja, die is gisteren jarig geweest. Ja, volgens mij 38. Barry. Ja. Dus,
Ja, dus dan wil ik gewoon lekker voetballen. En zoals, ik kan er geld mee verdienen, dus dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. En daarna wil ik gewoon af van die verplichtingen. Dat vind ik ook wel even lekker om... Heb genoeg gehad. Ja. Iemand die iedere week een verplichting heeft bij ons... Nou, verplichting is eigenlijk gewoon een wekelijks uitje... is Joop Buit. Hij gaat op bezoek in de stad... die toch redelijk flink wat voetbalgrootheden heeft voortgebracht. ADO Den Haag speelt dit weekend niet... maar ik ben in een hartstikke leuke stad, namelijk Leiden. Leiden is de stad van heel veel mensen die dus bij ADO werken. Het is ook de stad van Randy Wolters. Maar die spreek ik allemaal niet. Vandaag spreek ik niemand minder dan Tim de Klerk. Hey Tim, hi. We zijn in jouw stad, Leiden. Ik ben hier altijd blijven wonen en ik ga hier ook nooit meer weg. ADO Den Haag wordt tegenwoordig ook gewoon een beetje gerund door jouw soort, hè? De Leienaar. Ja, uitkijken. Je hebt hier Van Nost technisch directeur, ja. Groenendijk is trainer. Ja. Ja, we nemen alles over, dus in de omgeving. Ja, maar wie is nou de allerbeste Leidse voetballer? Van Nost? Groenendijk? Tim de Klerk, ja? Nee, we hebben Willem Rijsbergen. Die heeft natuurlijk, dat is... Die hebben een WK-finale achter zijn naam. Die staat boven iedereen, vind ik. Dus, Dat is een beetje de godvader van het Leidse voetbal? Ja, ik denk, ja, nou ja, ik kan zo ver in de tijd ga ik niet terug. Maar volgens mij wel een van de eerste. En zeker de eerste die in het Nederlands elftal heeft gevoetbald, volgens mij. Dus ja, die staat echt bovenaan. Stel je voor dat Fonsi Groenendijk de selectie meeneemt hier naar Leiden voor een leuk avondje. Waar moet hij dan echt heen? Leuke Leidse kroeg. Nou ja, dat is, daar zijn we net langsgelopen. De L. De L? Ja. De L van de Hoogland, toch? Ja. Dus je kan eerst in het koetshuis een lekker hapje eten. Ja. En dan loop je zo door naar de L. En dan heb je een hele leuke avond. Heb je een topavond? Kan ik je vertellen. Gewoon lam naar huis. Ja, ik ook hoor, ik hou ervan, Tim. Ik kan gelukkig lopen naar huis, dus dat is ideaal. Ik heb echt heel veel gehoord over jou. Jij hebt een keer 3 oktober gevierd hier met Rafael van der Vaart, klopt dat? Ja. Hoe gaat zo'n avond met Rafael? Volgens mij houdt hij er wel van. Nou, in Rafael was toen nog wat jonger, dus... Je moest een beetje op sleeptouw nemen. Ja. Hij dronk ook nog niet. Ik weet nu ook niet, nu eigenlijk ook niet. Nee, hij hield niet van alcohol. Nee? Of houdt niet van alcohol. Cola-man. Dat is een cola-man. Ja, eigenlijk wel. Dus, dat is natuurlijk Leids Ontzet. Hoe ziet Leiden er dan uit op Leids Ontzet? Voor zuipen, muziek, dansen, gezelligheid. Ja, en vechten dan uiteindelijk. Nee. Dat is ook een Leidse traditie is dat. Ja, wel. Nee, hoort erbij. Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Maar het is een groot feest. Iedereen... Kijk daar het hele jaar naar uit, ja. Zondag is de bekerfinale, Willem II tegen Ajax. Jij bent wel een beetje een ervaringsdeskundige, want je hebt toch een aantal bekerfinales gespeeld, hè? 3 echt gespeeld. Ja. Want 2 gewonnen. 2 gewonnen, lekker man. Ga jij zondag wel kijken naar de bekerfinale? Ja, tuurlijk, ja. Kleine voorspelling? 3-1. 3-1 Ajax, zeg jij? Ja. Ik zeg 1-0, Willem II. 1-0, Isaac. 2. Isaac, die gaat het doen, die gekke zweet. Het zou voor Willem II natuurlijk geweldig zijn. Ja, dus ik hoop op een spannende wedstrijd, leuke wedstrijd. Het is nu tijd voor echt een lekker bakje koffie of een drankje. Ja, kom maar aan. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Met je kamele teen. Met je kamele teen. Ja, mooi. 2 liefhebbers op stap. Riley, ik wil je danken voor je komst hier naar de studio. Graag een mooie krabbel onder jouw portret. Ik wens je een hele mooie wedstrijd zondag tegen Scheveningen. Ik hoop bovendien ook dat we nog heel veel mooie doelpunten van jou kunnen gaan zien. Heel veel succes en dankjewel. Ja, en alles is natuurlijk te volgen. Hè? Morgenmiddag op 89.3 Radio Westsport. Dan niet die wedstrijd van de AFC. Maar natuurlijk wel die kraker tussen FC Lisse en Quick Boys. Zondagavond alle beelden van het top amateurvoetbal van het weekend. Met kennelijk, mogelijk, waarschijnlijk Feestgedruis uit Amsterdam. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.